foto's klaar. Hij speelt nu nog bij Willem II onder 19, maar komende zomer meldt hij zich bij PSV in Eindhoven. De 16-jarige Zakaria Aboukal tekende een contract dat hem vanaf de zomer aan PSV bindt. Hij sluit aan bij PSV onder 19 en hoopt dan via Jong PSV door te stromen naar datgene waar het allemaal om gaat, naar de A-selectie van PSV. Ja, dat is geweldig. Je werkt er al heel je opleiding eigenlijk naartoe. En dan eindelijk contract. En niet zomaar een contract, maar bij PSV. Dat is heerlijk. We kennen jou niet. Vertel eens, wat voor soort voetballer ben je? Ik ben een linksbuitenspits. Ik kan alle buitenvoeten. Ik ben sterk, snel. Sterk in de lucht. Ik ben een teamspeler. Ik schakel goed om. Ik kan scoren. Dus ik ben compleet. Ja, het is een heel veelzijdige aanval. Hij kan eigenlijk op alle drie de posities voorin spelen. Hij is 100% tweebenig, vrij uniek en heel erg doelgericht. Zoekt altijd de goal, zoekt diepte. En ja, dat viel eigenlijk iedereen die bij ons heeft bekeken meteen op. En ja, vandaar dat we heel blij met hem zijn. De bedoeling is dat ik begin met onder-19. Even proeven hoe het is. Goed beginnen en dan hopelijk meteen doorstromen naar Jong. Hij maakt dit seizoen af bij Willem II. Was het daarom ook een kwestie van nu toehappen, nu we de kans krijgen om te contracteren? Ja, hij is natuurlijk 16 geweest en dan mag je hem een contract aanbieden. En ja, wij hebben meteen vanaf het moment gezegd dat we belangstelling toonden dat hij bij ons ook in aanmerking kwam voor een contract. En hij wilde zelf ook graag snel duidelijkheid, zodat hij zich volledig kan richten. Enerzijds op het goed afmaken van het seizoen bij Willem II, wat hij graag wil. En zich voorbereiden op PSV. Toen je net je contract tekende op kantoor met Marcel Brands erbij, die zei al gelijk van daar gaat het om, hè, dat stadion. Ja, zeker. De bedoeling is dat ik binnen een paar jaar in het stadion sta. Dat is natuurlijk de ultieme droom. Maar contract tekenen is leuk, maar nou begint het eigenlijk pas, hè? Ja, nu begint het pas. Nu moet je het laten zien. En dan goed doen. Heb je veel eerzucht, veel drang om je te bewijzen? Zeker, ik heb er zin in. Ik heb heel erg veel zin in.